Hallo en welkom bij een nieuwe video van HDDR Entertainment. Een tijdje geleden heb ik een tweetal artikelen geschreven omtrent de hop-up en de effecten van een whiteboard barrel. Het eerste deel ging vooral in op de theorie, waarbij ik in deeltje 2 mijn eigen bevindingen van een whiteboard barrel in twee van mijn eigen AEG's heb uitgelegd. Deze video vormt het afsluitende deel 3, waarin ik de resultaten van dit alles in mijn eigen VFC Scar H laat zien. Deze Scar H van VFC is geüpgraded met een Orga Magnus 6.23 barrel, een Prometheus soft bucking, een Firefly flattop en een Garder SP120 om het verlies in FPS te compenseren. Op de FPS meter klokte hij een gemiddelde van 336 FPS met 0.20 gram BB's. In het veld echter gebruik ik 0.30 gram BB's van Green Devil. Welkom. Kom. Achter dan op de grondstok. Hey, kijk, dat is er eentje. Oversteken! Zit een paar rond de bus. Kom maar. Die houtstapel is gedaan. Ja, hier heb ik hem. Ja, als je omhoog komt, heb ik hem. Hij steekt zijn benen nog een keer uit. Ja. Kijk, dat bedoel ik. Dit is dan weer het einde van de video. Bedankt voor het kijken en voel je vrij om te liken, subscriben en sharen. Als mede om een comment achter te laten. Hierdoor kan ik niet alleen mijn video's verbeteren, maar heb ik ook een reden om het te doen. In de tussentijd kun je met de klik op de muis mijn vorige video bekijken. Tot ziens.